Een onderwijsprogramma u aangeboden door VIBAS, Mede mogelijk gemaakt door UNICEF. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe taalles. Ik ben mevrouw Stephanie van leerjaar 4. De les van vandaag gaat over een zin inkorten. En deze les kun je vinden in Taal met Plezier, werkboek 4b. Let wel, het is leerstof van het derde kwartaal. Voordat we verder gaan met de nieuwe les, gaan we even naar wat je al weet. Jullie hebben ondertussen al een heleboel woordsoorten geleerd. Het bijvoeglijk naamwoord ken je al, het zelfstandig naamwoord ken je al en je weet ook wel het waardeel te vinden in een zin. Het bijvoeglijk naamwoord zegt iets van het zelfstandig naamwoord. Het zelfstandig naamwoord is een woord voor een mens, een dier of een ding. Het waardeel vertelt je waar iets gebeurt. We stellen dan de vraag waar. We gaan even naar een voorbeeld. Ik heb een mooie tas. Het bijvoeglijk naamwoord hier is mooie. Het zelfstandig naamwoord is tas. We gaan naar een ander voorbeeld, jongens en meisjes. De kleine vissen zwemmen in een kam. Wat is hier het bijvoeglijk naamwoord? Het bijvoeglijk naamwoord hier is. Kleine. Goed zo. Kleine zegt iets over de vissen. We zoeken nu naar het zelfstandig naamwoord. Kan je die vinden? Heel goed. Vissen. Vissen is hier. Het zelfstandig naamwoord. We gaan dan nu naar het waardeel. We stellen dan de vraag: waar zwemmen de kleine vissen? Heel goed, in een kom. Goed gedaan, jongens en meisjes. Maar wat leren we vandaag? Vandaag leren we een lange zin kort maken. Als je een zin korter maakt, Laat je weg, het bijvoeglijk naamwoord en het waardeel. Weet je nog wat we deden aan het begin van de les? We zochten naar het bijvoeglijk naamwoord, maar die laat je nu weg. Het waardeel laat je ook weg. Zo maak je een zin korter. Dan gaan we naar een voorbeeld. Het witte lam speelt in de wei. We gaan op zoek. Naar het bijvoeglijk naamwoord. Het bijvoeglijk naamwoord in deze zin is. Denk goed na. Goed zo, witte. We gaan nu op zoek naar het waardeel. Vergeet niet de vraag te stellen: waar? Waar speelt het witte lam? Heel goed, jongens en meisjes, in the way. We hebben nu het bijvoeglijk naamwoord gevonden en. Het waardeel. Deze twee laten we dan weg. Nu wordt de zin: Het lam speelt. We hebben de zin korter gemaakt. Zie je dat, jongens en meisjes? Geweldig. Maar let op: een korte zin of een goede korte zin moet altijd een wie-deel hebben en een werkwoord. Het lam Speelt. Het wie deel is het lam. En het werkwoord in deze zin is speelt. We hebben dan een goede zin. We gaan verder met voorbeeld 2. De lange jongen draagt een rode broek in de kamer. We gaan op zoek naar het bijvoeglijk naamwoord. Hier. Zie ik twee bijvoeglijke naamwoorden, hoor jongens en meisjes. Zien jullie dat ook? Kijk goed. Ja hoor. De eerste is lange, want het zegt iets over de jongen. En het tweede bijvoegelijk naamwoordje is rode, want het zegt iets over de broek. En nu gaan we dan op zoek naar het waardeel. Weet je het nog? Om een goede korte zin te maken, haal je het bijvoeglijk naamwoord weg en het waardeel. Dus die moeten we nog vinden. Waar draagt de jongen een broek? Jongens en meisjes, denk goed na. Heel goed, in de kamer. Het waardeel is dus in de kamer. Nu hebben we het bijvoeglijk naamwoord gevonden, twee, en het waardeel. De zin wordt nu De jongen draagt een broek. Het is korter geworden. Weet je nog? Een goede korte zin bestaat uit het wie-deel en een werkwoord. Het wie-deel in deze zin is De jongen. En het werkwoord is Draagt. Goed zo, jongens en meisjes. Dat heb je Goed gedaan. We gaan beginnen met oefening 1. Schrijf de korte zin op: De schattige kittens drinken melk bij hun moeder. Nog een keer. De schattige kittens. Drinken melk bij hun moeder. Je gaat hier op zoek naar het bijvoeglijk naamwoord en naar het waardeel om een goede korte zin te maken. Dan gaan we verder. Mijn lieve moeder koopt goedkope spullen in de winkel. Nogmaals, mijn lieve moeder koopt goedkope schoolspullen in de winkel. Je gaat hier ook op zoek naar het bijvoeglijk naamwoord en het waardeel. Nou, succes jongens en meisjes! Je kan het! Zo hey, hey. so, jongens en meisjes, ik weet zeker dat jullie goede korte zinnen hebben kunnen maken. We gaan nu kijken naar de antwoorden. Oefening 1. De zin was... De schattige kittens drinken melk bij hun moeder. Wat is hier het bijvoeglijk naamwoord? Wat hebben jullie opgeschreven? Goed zo, schattige! En wat is hier het waardeel? Bij hun moeder. Heel goed jongens en meisjes. Wat is de zin dan geworden? Heel goed. De kittens drinken melk. Fantastisch. We gaan nu verder. Mijn lieve moeder koopt goedkope schoolspullen in de winkel. Wat is hier het bijvoeglijke naamwoord, jongens en meisjes? Lieve en goedkope. Twee hebben jullie gevonden. Geweldig. En het waardeel hier is. In de winkel. Heel goed gedaan. Wat is nu de korte zin? Mijn moeder koopt schoolspullen. Geweldig gedaan. Jullie zijn fantastisch. Wat hebben jullie vandaag geleerd, jongens en meisjes? Vandaag heb je geleerd om een lange zin kort te maken en. Als je een lange zin kort maakt, laat je het bijvoeglijk naamwoord weg en het waardeel. Je hebt ook geleerd dat een goede zin altijd bestaat uit een wie-deel en een werkwoord. Zo jongens en meisjes, dat was het voor de les van vandaag. Ik ben je vrouw Stephanie van leerjaar 4 en ik zeg dan tot de volgende keer.